Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. We hebben ter afsluiting van de maand Ramadan een Eidgebed gehouden als teken van dankbaarheid naar de Almachtige toe. En ook als teken van grote blijdschap dat wij met zekerheid en met veel succes de maand Ramadan hebben mogen afsluiten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Er is wat verwarring. Eén groep doet het vandaag en één groep doet het morgen. Het heeft iets te maken met de maan. Ja, dus de zes die volgen ook het nieuws dat komt uit Saoedi-Arabië. Het moment dat de maansikkel wordt waargenomen, dan nemen we aan dat de dag daarop dan het Eidgebed moet worden verricht. Dus dat de maand Ramadan ten einde is gekomen, althans voor dit jaar. De zes volgt de guidelines van Saoedi-Arabië? Ja, het is gebruik en in de afgelopen periode is ook beleid geweest dat de betrouwbaarheidsgraad voor wat betreft het bericht dat we ontvangen van Saoedi-Arabië, dat die hoog is en dus kan worden opgevolgd. Allahu Akbar. Een van de vijf zuilen van de islam is het vasten gedurende maand Ramadan. Het vasten is het onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap te beginnen vanaf het moment dat de dageraad aanbreekt tot aan zonsondergang. Het vasten is een vorm van aanbidding die als hoger doel heeft om de mens te vervolmaken en een goed karakter bij te brengen. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Het is daarom goed voor de bewindslieden, de parlementariërs en alle rechtgeaarde Surinamers bij Allah te smeken om hen tot betere personen te maken en om leiding, kracht, wijsheid en geduld van de Almachtige Allah subhanahu wa ta'ala te smeken. Om zodoende ons geliefd land Suriname beter te besturen met de wil van de Almachtige Allah subhanahu wa ta'ala. De Ramadan is een periode waar elk mens uit kan leren dat die normen en waarden die de Almachtige heeft voorgeschreven, die normen universeel zijn en niet per se is bedoeld voor een bepaalde etnische groep. Voor wat betreft, als het gaat om het besturen van het land, zeker het vraagstuk van corruptie en dergelijke. Onzichtbaarder wordt, om het zo uit te drukken. Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan lang keluput bisa oleh welas asih saking Allah subhanahu wa ta'ala. Pisan malih, matur nuwun.